Deze beschouwing is voor de jeugd. Het is een beschouwing die gaat ook over de jeugd. De jeugd van nu. Hè? De mensen van een jaar of 18. Maar mensen van een jaar of 13, die mogen ook meeluisteren. Geen punt. Zal wel ongeveer die leeftijd minimaal zijn. En dan gaat het om de jeugd van Nederland in het bijzonder. Ik betrek het op de Nederlandse situatie. Maar het gaat over de jeugd in het algemeen. Waar zijn we nu? Ja, waar is de mensheid nu? Mijn tante Irene, die zei een tijdje terug over de telefoon: ik ben blij dat ik niet jong ben. Mijn tante Irene ging door binnen de familie als een positivo. En ja, en in Nederland, dat is een van de beste landen van de wereld. En hier zijn de mensen het gelukkigste. En lala, lalala, 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 lalala. Nou, ik weet niet of het door mij kwam en door wat ik haar verteld heb, of waar ik haar op gewezen heb, dat weet ik allemaal niet. Ik weet wel dat ze van dat halleluja-gevoel bevrijd is. En ik ook. Ik deel niet haar mening dat ik blij ben dat ik niet zoveel jaren meer heb. Nee, helemaal niet. Het is niet dat ik graag weer jong wil zijn, maar het zou me niet uitmaken. Krijg ik wel al mijn tanden weer terug natuurlijk. Hè? Ja, even voor jullie die het niet weten, maar ik ben 59, coming up 60. En als mijn verjaardag daar is, dan zei de tandarts, nou, met een beetje mazzel is het kunstgebit dan klaar en geplaatst. Dus dan zit ik ook in het plastic. Dat is maar goed ook. Hebben die lui genoeg aan mij verdiend. Nog één keer zoveel duizend en dan krijgen ze geen rode rotcent meer van mij. Ons benzunig. Ik heb me blauw betaald aan die tandartsrekeningen. Door de jaren heen. Ik kan je vertellen, toen ik 13 was, 14 was. Ja, denkend aan die tijd, herinner ik mij zomers en leuke lentes en prachtige herfst en winters met schaatsen naast de flat in de vijver. En ja, en wat nog meer? Op de fiets naar Amsterdam, foto's maken in de havens en dan weer terugfietsen. Ja, kortom, mijn jeugd was geweldig. Hoor. Ja, ik had een problematische toestand thuis. Mijn vader die hield heel erg van alcohol drinken. En mijn moeder hield heel erg van ruzie maken. En schreeuwen. En mijn zus en ik die kregen en passant ook nog een veeg uit de pan. En passant, dat betekent in het voorbijgaan. Dat is een schaakterm, by the way. Ook. Dus dat is dan niet zo leuk, maar denk het aan mijn jeugd, man. Ja, geweldig. Ik zag het vol vertrouwen tegemoet. Ik had hele goede cijfers op school. Ik trok me uiteindelijk helemaal nergens en niks meer van aan, want ik ben een beetje van het padje af geweest toen mijn ouders met het gezeik begonnen van die scheidingen. Alles wat erbij hoorde en toestanden. Dat heeft mij heel wat schoolresultaten gekost. Maar op mijn 12e belandde ik bij de Pinkstergemeente. Ging ik de Bijbel lezen. En veranderde ik van houding. En mijn schoolresultaten, die zaten weer op het oude niveau.
Goede cijfers op school. VWO afgemaakt. En in Wageningen beland, op de landbouwhogeschool. En daar ook goede cijfers gehaald. En op de arbeidsmarkt, ja, daar zaten ze op mij te wachten. Serieus, ik had gelijk een baan. Heb ik nee tegen gezegd, by the way. Ik weet nog dat ik bijna klaar was met mijn studie en iemand die ouder was dan ik, die vroeg mij van en hoe zie je dan je werkende leven tegemoet? Ik zei nou, ik zoek een baan en die heet halve dagen werken. Maar ik ga niet hele dagen werken. No way. Dat is mij aardig gelukt, moet ik zeggen. Niet helemaal, maar aardig gelukt. Zou ik jullie ook willen adviseren. Ga niet voor de jeugd. Mik daar niet op je. Niet doen. Als je heel leuk werk hebt, dat is wat anders. Maar als je van het werk hebt wat neerkomt op uurtjes draaien. Nou. Hè? Ik bedoel, zie uit naar een vriendin die zelf kan naaien. Dat scheelt je een hoop in de kosten. Als ze dan een nieuwe jurk nodig heeft, dan pakt ze de naaimachine en dan jurk klaar. In plaats dat jij op je vrije zaterdagmiddag met haar naar Amsterdam Centrum moet. En dan aflopend natuurlijk uit eten gegaan worden en dan weer helemaal terug. En dan zie je de volgende dag of de twee dagen later op de bankrekening van oeps, dat is lekker gepint. Ja, dan kan jij lekker buffelen, homo. Ja, ik mag er wel homo zeggen. Homo sapiens, homo erectus, homo economicus, je kent het wel. Homo aller tijden. Homo betekent één. Homogeen, dat is niet een gay bar. Of een gen voor homo's of zo. Het homogeen. En homogeen betekent eenvormig. Homo. Ja, kies een beetje voor het arme bestaan. Je hebt hier in Arnhem heb je zo'n tweedehands spullenwinkel. En, ja, als je een beetje creatief bent en je weet om te gaan met een kwast. Kan je daar leuke dingen van maken hoor. En op Marktplaats kan je ook de meest grappige dingen kopen. Je moet gevoel hebben voor het inrichten van je woning. Dat is het allerbelangrijkste. Nou, dat kan je niet kopen. Dat moet je zelf maar ervaren. Ja, ik kon dat altijd heel goed. Ik had er helemaal geen problemen mee. Ik weet nog wel dat ik in Wageningen op een... Zeg voor de jeugd, hè. Dus ik had voor het eerst een eigen kamer. Een mooie grote kamer, 4 bij 5 meter. Nou, daar kan je het mee doen hoor. Lekker ruim. Want nou is 3 bij 5 of zo, 3,5 bij 4,5, zoiets. Nou, dan moet je, wat heb je erin nodig? Nou, er stond een kast voor de kleren. Dat heb je natuurlijk nodig. En nou, je moet er een bed in kwijt. Dat lijkt me ook nogal wieders. En er moet een bureau. Je moet studeren. Nou, dat is het. Dan heb je een hele hoop vierkante meters over, hoor. Nou, in no time had ik die gordijnen, die konden weg. Want wat had ik verzonnen in de vensterbank? Had ik wat plantenpotten neergezet met een of ander klimplantje erin. Familie van de druif. Het was geen druivenplant, maar wel iets wat erop lijkt. Zo'n harde, hele harde groeier. En ik had van die touwtjes gespannen. Gewoon met spijkertjes in de kozijnen geramd. Dat mocht het best. Touwtjes ertussen gespannen. Had het plantje wat om te klimmen. Nou, huppakee, goed water geven. En toen het plantje mooi omhoog gegroeid was. Ja, toen pas. Toen heb ik de gordijnen weggehaald. Zodat niemand naar binnen kon kijken. Eén grote groene wand. Ja, ja ha, 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 ha. Dus het kost helemaal niks. Die plantjes waren 50 cent. Zo. Gekocht op de markt.
Nou, zo had ik een hele leuke kamer. Mensen zaten graag bij mij op de kamer. Nou, was ik gezellig, was knus, was warm. Ja. Mijn bed lag gewoon op de grond, daar kon je lekker makkelijk op zitten. En ik had iets van een bank, daar kon je ook logeer, kon erop slapen. Maar die bank stelde niks voor, dat was gewoon een stuk piepschuim, zo, met een bekleding eromheen. En een rugdeel, niet eens pootjes eronder. Ja, klaar. En op de vloer had ik van die rieten matten. Die kon je hier kopen in Arnhem, van die tegels. Of, ja, hier in Arnhem was dat. Kostte bijna niks. 50 cent voor een tegel of zoiets. Guldens heb ik het over. Hè? Nee, dat is een mooie tijd. Nou, toen ik klaar was met mijn studie, ben ik als freelancer gaan werken. En toen eigen bedrijven opgericht. Voor mezelf gaan werken. En inmiddels werk ik niet meer eigenlijk. Ik ben bezig met een uitkering. En ik wil iets van een deeltijdbaantje. Ik heb geen vrouw meer in mijn leven. Dat heb ik wel gehad altijd. En één vrouw dan, hè. Ik ben geen womanizer geweest. Maar het is me niet goed bevallen. Ik heb de verkeerde keuze voor vrouwen, of ik trek de verkeerde vrouwen aan, of en dat laatste denk ik, het barst hier in Nederland van de verkeerde vrouwen. Dus voordat je het weet, ben je door de verkeerde aan de haak geslagen. Want zo is het ook nog een keer, vrouwen kiezen. Zoals jij een meisje bent, houd even in de gaten wat je doet en maak die jongen niet kapot. Ik sprak een jonge jongen en die wilde mij een krant in de handen duwen. En in eerste instantie had ik er geen zin in, maar toen dacht ik, voor deze keer. Zo iemand en die doet dan marketing, verkoop, in zo'n baantje. De Volkskrant aan het uitdelen aan winkelend publiek op een zaterdagmiddag. Daar krijgt zo'n jongen ervoor betaald. Ik vroeg aan hem, lees je zelf de Volkskrant of lees je zelf de krant? Toen zei hij, nee, ik niet. Zeg maar, dit verdient. Nou, dat begrijp ik ook wel. Ik vind het ook niet erg dat zo iemand dat doet, hoor. Ik zelf lees de krant niet meer. Sinds 2000. Ja, 2005, 2006 of zo. Dat is ook alweer meer dan 10 jaar geleden ben ik ermee gestopt. Dat komt omdat in de kranten, ja, er staan leugens in. Het is wel interessant om de leugens te volgen, zodat je kan zien waar ze nou weer mee bezig zijn. Maar ja, het is toch altijd hetzelfde. Kijk ik op internet, kan ik het ook zien, hoor. Nou weer van probleem aan het verzinnen. Dus een nieuwe probleem, als je dat niet in de gaten had, dat is stikstofoxide. Jeetje. Nee, ja, nu hoor ik helemaal global warming angstig, zeg. Ja, ze verzinnen maar wat. Echt hoor, ze verzinnen waar je bij staat. Wordt aangestuurd vanuit de paus. Als je dat wil weten, hoe zit de wereld in elkaar, de geschiedenis. Nou, geschiedenis krijg je niet op school. Dat kan je lekker vergeten. Het is allemaal begonnen in Babylon. Dat gaat over wereldoverheersing. Hè? Dat is het hele punt. Er is een club mensen en die laten andere mensen niet met rust. Ze willen dat andere mensen voor hun het werk doen. En dat zij dan de plezierige kanten van het leven kunnen gaan ontdekken. Met een hele hoop arbeiders. Personeel, zullen we zeggen. Slavendrijvers, heten ze. Dat is het begonnen volgens het geschreven woord. Maar ja, dat wil niet zeggen dat het echt het begin was. Maar het geschreven woord, de historie heet het ook wel, is dat begonnen in Babylon. Het kan daarvoor ook al geweest zijn, hoor. Maar dat was toen niet opgeschreven. Of misschien was er wel opgeschreven, maar dat geschreven woord hebben we niet. En Babylon, dat heeft zich, de stad zelf is verdwenen. Dat was een echte stad.
of een regio, een staat kan je ook zeggen. Met een koning en soldaten en priesters. En belastinginners, dat was het. De koning was de baas, de belastinginner die haalde de poen binnen. De priesters die joegen iedereen angst aan. En de soldaten, daar kreeg je mee te maken als je geen belasting betaalde. Of als je niet tot de staat behoorde en je werd als staatsgevaarlijk element gezien. Dan kwamen de soldaten achter je aan. Dat heeft best lang stand gehouden, dat Babylon, maar niet duurzaam. Want mensen kregen dat in de gaten van ja, we zitten hier een beetje onze helemaal krom te werken. Voor Hammurabi, dat was de laatste koning van Babylon. Nou, toen zijn die mensen zijn weggetrokken. In de stad zelf kwijnden ze weg. Er werd zelfs belasting geheven in Babylon over de giften die ze gaven aan de overledenen. Dat was een gebruik in Babylon. Als er iemand overleden was, dan had je een grafsteen of zo. En daar deed je dan een offer op. Dus een liter wijn of nou zeg maar wat. Hè? Nou, en dan was zo'n begrafenisplechtigheid voor beide. Iedereen had een cadeautje meegenomen voor de overledene. Op zijn weg naar Nirvana of zoiets. En dan kwam de belastingambtenaar, die kwam dus ook naar de begrafenis. Niet om de doden te herdenken. Nee, om te kijken wat er allemaal op die grafsteen ging. En dan zei hij, oh, nou, dan was een derde was voor Hammurabi. Ja, dat wil zeggen, voor de belastingambtenaar. En die mocht zelf een beetje houden en de rest moest hij aan Hammurabi geven. En daar werd het volk van Babylon chagrijnig over. Dat ging te ver. Dus Babylon is ten gronde gegaan aan de belastingdruk. Dat is een oud probleem hoor, van dit soort overheersende structuren. Dat ze hebben alle macht in handen. Ze kunnen de belasting opdrijven tot hoe hoog ze maar willen. Want ja, iedereen zit in het gareel. En dan uiteindelijk vragen ze zoveel belasting dat de zin tot werken vergaat de mensen. Ja, maar als er niet meer gewerkt wordt, waar wil je dan belasting over gaan heffen? Er zijn leuk verhaal over de Sovjet-Unie. En dat is dan, even voor de jeugd, dat is een einde van de jaren 80 van de vorige eeuw. Er was ooit een muur tussen Oost- en West-Duitsland. En mensen probeerden vanuit de Sovjet-Unie, vanuit Oost-Duitsland, dat was ook Sovjet-Unie, te vluchten naar West-Duitsland en die werden doodgeschoten. In nagaande. Mensen waagden, ze wisten dat ze doodgeschoten konden worden, en toch waagden ze de overtochten. Omdat het leven in Oost-Duitsland, dat was zo verschrikkelijk, man. Nou, dan maar het risico lopen op een gewelddadige dood. Maar ik blijf hier niet langer, hè. Nou, die muur is afgebroken, eind jaren 80. En vlak voordat die muur omlaag ging, toen werd het geconstateerd door een econoom. Nou, niet door een econoom, door een cententeller. Dat 80-90% van de belastingen die de Sovjet-Unie ontving van het volk, 80-90% van de belastingbetalers, dat waren ambtenaren. Ja, de overheid kreeg het geld terug wat ze zelf in eerste instantie gegeven hadden aan de ambtenaren. En ze gaven 100 roebel aan de ambtenaren, ambtenarij. En van de 100 roebel die ze zelf hadden gegeven, kregen ze 30 roebel terug. Ja, wat heb je dan verdiend? Helemaal niks. Nee, de bedoeling is dat je belasting ontvangt van mensen die je niet van tevoren betaald hebt. Hè. Anders zit je een beetje een sigaar uit eigen doos te veroorzaken. Nou, wat leuk. En dan zie je die man die had geen vrienden en die kocht zijn eigen cadeautjes voor zijn eigen verjaardag. Ja. Oh, wat heb ik een hoop cadeaus. Nou, zo is Babylon dus ook aan de grond gegaan. Maar de gedachte van de overheersing van mensen, dat heeft zich doorgezet. Egypte hebben ze een succesnummer gehad. En Griekenland was een succesnummer. En het succesnummer wat ze daarna kregen, en dat is nu nog steeds, dat is in het halverwege Italië zitten ze, het Vaticaan is dat.
En daar zitten ze sinds dik 2000 jaar. Het gaat erg goed met ze. Amerika hebben ze in de pocket. Europa hebben ze in de pocket. Dat is al heel tijd. Europa hebben ze vrij lang. En Amerika is een tijd lang protestant geweest. Dus hier in Europa hadden ze schoon genoeg van die overheersing vanuit het Vaticaan. En er kwam een uittocht richting Zuid-Afrika en richting Amerika. Noord-Amerika met name. En daar waren volgelingen van de paus persona non grata. Dat betekent onwelkome gast. Dus ja, je kon ze niet echt doodschieten. Maar ze waren niet gewenst. En het openlijk beleiden van ik ben een aanhanger van de paus. Nou, dat mocht niet. Daar kreeg je echt problemen mee. En werken voor de overheid, want in Noord-Amerika, met die weggevluchte Europeanen, had je ook een overheid. Daar moesten mensen voor werken. Ja, een overheid heb je nodig. Wat is dat nou? Dus een overheid heeft een functie binnen een samenleving. Maar je mocht er niet een baantje hebben bij de overheid als je aanhanger was van de paus. Ja, dat hebben ze. 150 jaar, 200 jaar, zoiets volgehouden. En toen was de paus, ja, die was daar weer oppermachtig. Van binnenuit heeft hij het overgenomen. Niet openlijk aangevallen, maar van binnenuit. De boel verziekt. En dan heb je het over het einde van de 18e eeuw. Toen zat de paus weer lekker, ja, niet zelf natuurlijk, maar... Zijn medewerkers waren oppermachtig in Amerika en hadden daar de touwtjes in handen. Er is een uitspraak, ik weet niet meer van wie. Maar die is gedaan aan het einde van de 19e eeuw. Er was een heel belangrijke Amerikaan. En die zei dus, van: er is hier in Amerika een macht. Daar wordt alleen maar fluisterend over gesproken. Zo angstaanjagend is die macht. Ja, dat is de paus. Ja, en inmiddels, ik weet niet of je een beetje het nieuws volgt, maar Donald Trump, er zijn tientallen foto's van Donald Trump met kardinaal Huppeltje Pup en bisschop de Huppeltje Dat en natuurlijk met de Heilige Vader himself. En Donald Trump, er zijn mensen die zijn tegen Trump, er zijn mensen die zijn voor Trump. En ik zeg, Trump doet precies wat de paus zegt. En wat de paus wil, wat Babylon wil, het is dat de verschillen tussen de culturen worden opgeheven en dat het één grote grijze papzooi wordt. De gezinnen moeten kapot. De familieverbanden moeten kapot. Je moet een samenleving krijgen die als los zand aan elkaar hangt. Waarin geen structuur zit. En mensen die geen onderlinge structuren hebben, van onderaf opgebouwd. Ja, die zijn het makkelijkste in het gareel te houden. En als dat klaar is, jongen, dan kan je er klaar voor zijn. Hoor. Dan krijg je een maatschappij en die is van plastic. Ja, een totale kunstmatige maatschappij. Dat is de droom van de paus. Hè? Dat is de droom van de wereldoverheersing. En jullie, de jeugd, ja... Je kan het zien aan Nederland, maar in Amerika heb je dat ook. Hè? Dat binnenstromen van al die culturen, wat ons verkocht wordt als dat wij zo uit edelmoedigheid moeten wij Somaliërs, Kenianen en Centraal-Afrikaans Republiek medewerkers, die moeten we allemaal opvangen. Bulgaren, Roemenen, Syriërs, Koerden, Turken, Marokkanen, Libiërs, zeg maar. En wij al die mensen maar opvangen. Ja, dat kunnen we helemaal niet. Dat kunnen we niet, klaar.
En iedere maand komen er nieuwe bij, hè? Terwijl we kunnen diegenen die hier nu zijn, kunnen we al niet eens fatsoenlijk opvangen. Mijn tante Irene, die geeft in de vrije tijd, die is met pensioen, en geeft ze buitenlandse les, of geeft ze buitenlandse kinderen les in Nederlands. Voorlezen, of leesles of zo. Ja, dat moet mijn tante Irene dan maar doen, want ja, men heeft daar geen geld voor. Nee, het is ook godsonmogelijk zo'n beetje om... Hoe moet je een kind nou Nederlands leren als daar thuis geen Nederlands wordt gesproken? Hé? Ik ken mensen en die wonen meer dan 20, 30 jaar in Nederland. En die komen dan bijvoorbeeld uit Marokko. Die weten de betekenis van het woord noodlot niet eens. En misschien jij inmiddels ook niet meer, maar... Ja, noodlot en noodlottig en zo. Dat is... Een heel mooi Nederlands woord, maar die Marokkanen weten dat woord niet eens. En dat is precies wat de paus wil. Dat is regio's waar mensen elkaar niet kunnen begrijpen. Omdat ze mekaars taal niet spreken en voor zover ze dan wel iets van taal van gedeeld hebben, zeg maar. Dat vocabularium zo klein is dat ze elkaar niet duidelijk kunnen maken wat er werkelijk aan de hand is. Hoor je me nog? Dat is een lange zin, hè? En als jij denkt van, nou, mijn periode, waar baseer je dat allemaal op? Nou, onder deze uitzending staan een aantal linkjes. En dan moet je daar maar op klikken. En ga maar in de rondte kijken. Ja, dat linkje met die schaakwebsite, daar dus niet. En dan leer je alleen maar schaken. Dan kan je dat doen voor je vrije tijdsbesteding. Dat is leuk, kom ik jou ook nog een keer tegen. Ik zit als Perry Winkel op Lichess. Dat is heel makkelijk. Perry zonder spatie, Winkel. Want bij Lichess mag je geen spatie in je naam hebben. Dus Perry Winkel, één woord. Die was nog niet in gebruik. Maar voor de rest staan daar hele informatieve linkjes. Vooral die christelijke links, die moet je hebben. Want het christendom, de bijbelgelovende christenen... Wat jij ook maar vindt van de Bijbel, hoor, daar mag je je hele eigen mening over hebben. Maar de Bijbel is het enige boek... Of het eerste boek, moet je zeggen. Het is eeuwenlang het enige boek geweest. Dat zeg ik, een millennia lang het enige boek geweest. Waarin gesproken werd over Babylon. Wij zijn op de hoogte... Van die heerschappij. Dat zijn de christenen. En de Hindoestanen, alle respect voor Hindoestaanse mensen. Maar die weten daar niet van. Die zijn in die zin achterlijk. Letterlijk, hè? Achterlijk. Achtergebleven. Die kennis hebben ze niet. Ze zouden het moeten weten, maar ze weten het niet. Tenminste, ik ken ze niet. Ik heb dat niet. Ik heb nooit een publicatie gezien uit die hoek. Waarin de geschiedkundige verbanden met Babylon als centrale wereldoverheersende macht. Helemaal niet. En je hebt Bob Marley die dan liedjes zingt over Babylon dit en Babylon dat. Maar ik vraag me af of Bob. Bob Marley, dat was een buitenechtelijke wipperstein dinges. Dat is niet helemaal... dat is niet zoals het hoort. Bob Marley hebben ze vergiftigd, by the way. Het was iets te jolig wat hij allemaal deed. Met Babylon, feel this one. Tick, tick, oh yeah. Dat heeft hij één keer te veel gezongen. Daar waren ze niet van gediend.
Get up, stand up. Get up for your right. Don't give up the fight. Get up, stand up. Babylon. En de christenen weten dat. De christenen zoals ik. En Jurk Liesman, die staat ook hieronder. Bij Jurk kan je veel vinden. Er is een boek geschreven en het heet Van Babylon naar Rome. Ja, in het Duits dan. Hè? Van Babylon naar Rome. Dat is vertaald in het Engels. En daar heet het The Two Babylons. Alexander Hislop, volgens mij, heeft dat geschreven. Maar dat kan je, Jurk Liesman, die heeft die boeken besproken. Ik dacht allebei in het Engels en in het Duits. Dus voorgelezen en regel voor regel voorgelezen. Dus veel werk. En voorzien van commentaren. Toelichtingen. Dan weet je waar ik het over heb. Daar baseer ik het op. En dat boek, The Two Babylons, ik zal het even opzoeken. Dat is niet gisteren geschreven, hoor. The Two Babylons. Ja, Alexander Hislop. En wanneer is dat boek uitgebracht? Het is best goedkoop. Je kan het kopen voor nog geen 15 euro. Bij bol.com. Zo. Kun je nog met de iDeal betalen, man. The Two Babylons, dat staat hier op Wikipedia. Dat is geschreven door Alexander Hislop. En die is overleden in het jaar dat Abraham Lincoln werd vermoord. 1865. Dat is alweer een tijdje terug. Hè? 35 plus 20. Dat is 155 jaar geleden. Joh. Er staat hier op Wikipedia. Its central theme is its allegation that the Catholic Church is a veiled continuation of the pagan religion of ancient Babylon. Even kijken, staat er hier ook een Nederlandse vertaling? Nee. Oh. Naar zich. Moet je inloggen? Wat nou? Nou, dat gaan we nou niet doen. Maar dat ik het even weet. De eerste editie, die was dan ergens. Nou ja, er zat hier de derde editie in 1862. Dus 3 jaar voordat Alexander Hislop overleden is. En de zevende editie in 1871... En een popular edition, dus een populistische editie, een makkelijk te lezen editie, of zo. In 1903. Maar even voor jullie jeugd, hè? Jullie weten dit niet. Jullie ouders weten dit niet. Hè? Dat is al natuurlijk zorgelijk. Maar nog veel zorgelijker is dat jullie ouders dit ook niet weten. In de Bijbel staat, eert uw vader en uw moeder. Ja, op basis waarvan? Op basis van het feit dat je ouders helemaal niks weten? Het maakt het een beetje moeilijk om die mensen te eren, vind je niet? Ja, tenminste, ik kan me voorstellen dat je daar een punt hebt. En jullie, de jeugd, yep. Kijk, Babylon brengt je niks dan ellende en misère. De belastingdruk gaat omhoog. Toen ik begon met automatiseren, dat was ergens eind jaren 80 van de vorige eeuw. Toen was het hoge btw-percentage, meen ik mij te herinneren, iets van
15% of zo. En inmiddels is dat 21%. En er zijn al stemmen die gaan op in Brussel om het hoge btw-percentage over heel Europa op te schroeven naar 23%. Nou, als je daarbij optelt dat de gemiddelde loonbelasting, die is 40%. Dan komt dat erop neer dat een werkgever die 100 euro uitgeeft aan een... die werkgever is 100 euro kwijt voor een bewezen dienst van een medewerker. Hè? Dat die medewerker van die 100 euro die zijn baas kwijt is, kan die medewerker voor 30 euro goederen kopen. En de rest gaat allemaal naar Babylon. Snap je? Dat is een belastingdruk van 70%. Dat is veel te hoog. Dat kan niet. Een overheid, even voor jullie, voor de jeugd, om dat makkelijk uit te leggen. Kijk, een overheid moet er zijn en een overheid moet betaald worden middels belastingen. En die belastingen die moeten geheven worden naar het gebruik van de diensten die de overheid levert. Dus als jij een transportbedrijf hebt en je rijdt met 10 tonnen trucks over de wegen van Nederland, toe kom ik aan. Ja, en dan betaal je meer wegenbelasting dan tante Gerda die eens per week voor de mantelzorg naar Heerhugowaard moet. Toch? Ja. Ik deel een Renault Clio met Wim en met Martin. Ja, wat rijden wij nou? Martin rijdt een keertje heen en weer naar de supermarkt. Ik heb dat ding al maanden niet gebruikt. En Wim die rijdt dan nog het meeste. Ja, die rijdt eens per week een keertje. Dat was het dan. Ik vind dat wij nog te veel wegenbelasting betalen. Maar we betalen naar verbruik. Die Clio weegt nog geen 1000 kilo, dus dan is je het laagste tarief. En dat vind ik wel terecht. Nog terechter zou het zijn dat je kijkt naar de kilometerstand. Van hoeveel kilometer rij je eigenlijk over de wegen en daar betaal je dan je wegenbelasting over. Dat lijkt mij het eerlijkste. En dat kan makkelijk hoor. Want ja, een auto komt toch eens in een zoveel jaar bij een garage. En ja, de kilometerteller, die gaat toch door dat je daar niet mee kan frauderen. Want dat zou een mooie boel zijn. Hè? Dan kan je even de kilometerteller terugdraaien. Dat gebeurde vroeger wel eens, als ze een auto verkochten. Dus ik... Ja, hij heeft maar 30.000 kilometer gelopen. Maar zo kan je dat toch doen. En trouwens, je moet ieder jaar met je auto voor de algemene politiekeuring toch je remlichten laten checken en wat andere dingetjes die zonder meer moeten doen. Ja, dan kan ook even je kilometerstand doorgegeven worden, of niet. Ja. Dat zou ik eerlijk vinden. En dat geldt dus voor het, ja, het gebruik maken van de voorzieningen. Ja. En voor de rest, ja, dingen als loonbelasting en zo. Ja, waarom eigenlijk? Ja. Je woont in een stad, je woont in Arnhem bijvoorbeeld. En ja, en als je dan. Als je zonder inkomen komt te zitten, zo, ja, dan kan ik hier in Arnhem naar de SOS gaan. En dan krijg ik niet veel, dat vind ik ook terecht. Hè. Maar ik hoef niet te verhongeren. Hè. Nou, daarvoor zoiets, hè, dan mag je toch maandelijks, bij mij wat maandelijks, even storten. Ja, als je jong bent, dan heb je zin om te werken en lalala. En dan betaal je gemeentebelasting. Ja. En waarom niet? Ja. Voor het geval je zonder inkomen komt te zitten. En dan laat de gemeente Arnhem je niet in de steek, want je hebt een krediet opgebouwd. Dat lijkt mij logisch. Dat moet iedereen doen. En voor de rest moet je al die belastingen afschaffen.
Ja, de wegenbelasting, dat moet ook blijven. Maar voor de rest zou ik het eigenlijk niet weten. Wegenbelasting, gemeentebelasting voor het geval je zonder geld komt te zitten. Nou, meer van dat soort dingen. En mensen mogen zich altijd aanvullend verzekeren. Wat is dat nou? Dus heb jij een keigoede baan en je haalt wel 6000 euro netto in de maand binnen. Je hebt zo'n vrouw en die wil rijker, duurder gaan wonen. Ja, dan zou ik me zorgen gaan maken voor het geval jouw fijne onderneming besluit om de hele productie te gaan verleggen naar Thailand. Ja, wat wil je dan? Mee verhuizen naar Thailand of hier in Nederland achterblijven en dan? Ja, van de gemeente krijg je 922 euro in de maand. Hier momenteel in Arnhem, hè? Ja, daar word je niet echt blij van. Dus dan zou ik me maar aanvullend gaan verzekeren als ik jou was. Maar dat regel je zelf maar. Dat heeft de overheid wat mij betreft geen donder mee te maken. En nou, zoiets als een WW-uitkering, dat zit momenteel allemaal verrekend via loonbelasting en toestanden. Ja, hou daarmee op. Maar dat is Babylon, die is er overal mee bemoeid. En dan al die bemoeienis, oh, je wordt er keiziek van, man. En het wordt alleen maar erger, hè? En hoe dat verder moet met men. Ja, je moet, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik zie het. Ja, ik zie het somber in, dat wel. Ik zie het somber in voor de mens die geen doel heeft in zijn leven en wiens doel alleen maar bestaat uit geld verdienen en ja, leuke dingen doen. Ja, die mens heeft binnenkort geen leuk leven meer. Ja, uitzonderingen, dan moet je echt helemaal bovenin zitten. Dan moet je aanschurken met de medewerkers van de paus. Dan ga je werken voor het regime. Maar dan kan je nog een aardig inkomentje hebben. Maar je hoeft niet erop te rekenen dat ze daar zo goed voor jou zullen zorgen, want voor jou 10 anderen. Het is in die tijd van die vuile oorlog in Argentinië, hè? Om iets te vertellen over hoe de paus werkte. Christus Jezus, dat was iemand en die had geen bezittingen. Die had een djellaba, misschien nog een extra djellaba en wat sandalen. En voor de rest had hij een grote mond en meer niet. En een hoop kennis. En dat was een vriendelijk typeje. Hij heeft geen vlieg kwaad gedaan bij leven. Was de zoon van God. Het was de zoon van God. Ja, iedereen is een kind van God, maar hij dus ook. Maar hij was een praktiserend kind van God. Hè. Hij had geen bezittingen, maar niks. Nou, en binnen de katholieke kerk heeft dat hele christendom overgenomen. Terwijl het in de kern is het Babylon. Het is de katholieke kerk, dat is het lam in wolfskleren. Nee, hey, andersom, sorry. De wolf in schaaps, in lamskleren, moet ik zeggen. Nou, en veel mensen die katholiek zijn, die weten dat niet. En in Argentinië had je priesters en ook nonnen. En die hadden de gelofte van armoede afgelegd. En die deden dan hun missionariswerk, hun goede werk, maar hun evangelische werk, onder de allerallerarmsten. Dus de mensen die woonden in een uitzichtloze wereld in sloppenwijken. En daar brachten zij dan iets van, ja, verlichting. Nou, toen de huidige paus daar de hoofd was van de Jezuïetenorde. En de Jezuïetenorde is de machtigste orgaan binnen de katholieke kerk. En hij is daar hoofd van geweest. En dat word je niet zomaar hoor. Dus hij zat bovenin die katholieke organisatie en hij was erbij, of hij heeft het zelf verordeneerd, om al die priesters en nonnen terug te trekken uit hun werk onder de armoedigen. En niet iedereen luisterde daarnaar.
En die zijn vermoord. 105 zijn er vermoord. Omdat ze niet wilden stoppen met te werken voor de armen. Yes. Dus nou, dat is dus de samenleving waarin jij nu hier in Nederland leeft. Wij staan onder de paus. Koning Willem-Alexander met zijn vrouw Maxima en zijn drie dochters, die gaan regelmatig naar Vaticaanstad. Dan gaan ze daar audiëntiebezoek, dinges. De paus komt niet langs bij Willem-Alexander, nee. Dus andersom. Willem-Alexander gaat langs bij hem. Om hem te vertellen van nou, het gaat allemaal goed in Nederland hoor, we doen precies wat u zegt. Ja, dat is Babylon, dat is de totale overheersing. En die jongen, om dat terug te keren, die mij die krant gaf. Die zelf geen kranten meer las. Niet interessant vond. Aan hem vroeg ik van 11 september, die aanslagen. Nou, die jongen was een jaar of 19, 20 zo. Dus hij was 1, 2 jaar oud toen die aanslagen plaatsvonden. Ik was toen 42. Ja. Dus ik had dat bewust meegemaakt, hè. Ik vroeg aan hem, van, geloof jij het officiële verhaal? Hij zei nee. Ik zei ja, als het officiële verhaal niet waar is, wie heeft het dan gedaan? Ja, zei hij, dat weet ik niet. De ene zegt dit en de andere zegt dat. Nou, ik zeg je nu wie erachter zit. Alle wegen leiden naar Rome. Naar Babylon. Dus dan snap je ook onmiddellijk waar die homoseksuele agenda vandaan komt. Kijk, mensen die homoseksuele seks doen, lekker vinden toestanden, tot en met transgenders en zo. Je hoeft die mensen niet van torens af te gooien of zo. Maar ze zijn niet normaal. Het is aberratief, het is een afwijking. Ja. Het zijn, ja, als ze doen er is onderzoek naar gedaan, hè, van wat voor soort mensen gaan dat gedrag vertonen. En dan komen ze met verhalen over dat er in de jeugd iets niet helemaal lekker ging ten opzichte van de groep mensen die een normaal seksleven hebben. Want heteroseksualiteit is normaal. Seks is namelijk voor de voortplanting. Los van het feit dat het heel lekker is om te doen. Maar het is voor de voortplanting. Daar is het voor bedoeld. En toch leuk dat het lekker is. Want ja, het zal maar zijn dat seks heel vervelend is om te doen. Ja, dan komen er helemaal geen kinderen natuurlijk. Dus natuurlijk is seks lekker om het te doen. Want er moeten kinderen komen. Anders sterft de mensheid uit. En dan kan niemand meer CO2-belasting gaan betalen. En dan krijg je pas echt global warming. Ja, ja. Maar dat is dus de normale seks. En de bedoeling is dat dat alleen gebeurt tussen mensen die elkaar trouw beloven. Dus die mensen die elkaar goed kennen. Dus een man en een vrouw, die kennen elkaar goed. Die hebben al heel veel dingen samen gedaan. De een weet wat van vlees die in de kuip heeft. En die ander weet dat ook. En dan gaan ze samen leuke dingen doen. En dat blijft ook altijd leuk. En dan hebben ze seks, krijgen ze kinderen. En dan gaan ze samen wonen. Of ze woonden al samen. En ze blijven bij elkaar natuurlijk. En een huwelijksplechtigheid. Ja, dat kan je doen. Maar als je een feestje geeft voor de familie. En je nodigt de familie van beide kanten worden uitgenodigd. En collega's van het werk. En mensen uit de straat. En leuk muziekje erbij. En lalalalalala. En dan weet toch ook iedereen dat je getrouwd bent. Maar voor de gein kan je een ring kopen als je dat leuk vindt. Of je trouwt voor de protestantse kerk of zo. Ik zou niet trouwen voor de katholieke kerk, want dan trouw je voor Babylon. Dat moet je zonder meer niet doen. En trouwen voor de gemeente zou ik helemaal niet doen.
Dat slaat helemaal nergens op. Ja, de jeugd die heeft een grote opdracht. Ja, ze hebben een ongelofelijke leerachterstand. Dat hadden jullie ouders al. Nou, nu kan je niet meer zeggen van ja, dit kon ik niet weten. Want op internet staat het allemaal. Weliswaar op internet staat er heel veel onzin. Maar dit wat ik je nu vertel is geen onzin. En wat je onderaan deze uitzending ziet staan aan links, dat is geen onzin. Dus ja, nu kan jij die kennis tot je nemen, jongeling. Ja, doe dat dan ook. Toch? Dan mag ik toch vragen. Nou dan. Ja, dit was dan een beschouwing over de jeugd. Hè, die het niet makkelijk krijgt. Maar ja, zoals John F. Kennedy zei toen hij zei van we gaan naar de maan. Niet omdat het makkelijk is, maar juist omdat het zo moeilijk is. En vervolgens zijn ze nooit gegaan. Maar daar gaan we het een andere keer over hebben. Hey, jeugd en andere mensen die dan niet horen tot de jeugd, maar je kent misschien iemand uit de jeugd. Geef dan zo'n jeugdige een tip. En laat hem verwijzen. Verwijs hem even door naar deze beschouwing over de jeugd. Op een rustige en kalme manier. Ja? En dan zeg ik op zijn hamburgers, tjus. En dag lieve jeugd.